We staan hier aan het Nulderpad bij het bedrijf van de familie Dekker. Hier is vanavond de petitie overhandigd aan staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie. En met hem hadden we ook nog even een gesprek. Wat was het doel van uw bezoek aan dit gebied vanavond? Vooral horen wat de zorgen zijn. Ik weet ze natuurlijk van papier en ik heb eerder een aantal mensen van de agrarische familie gesproken. Maar hier in eerste plaats op zo'n mooie avond gewoon de omgeving zien, het mooie landschap zien, de verhalen over het boerenbedrijf horen. En ook de emoties en de zorgen en ook boosheid. Dat hebt u allemaal gehoord? Ja, zeker, zeker. Was het echt iets wat u met eigen ogen wilde zien vanavond? Ja, nou sowieso gewoon een uitnodiging gehad. Als ik een uitnodiging krijg, dan kom ik uiteraard. Zeker als het over zo'n grote ontwikkeling in het belang van onze nationale veiligheid gaat. Maar natuurlijk met een enorme impact voor de agrarische families hier. Ja. Dus ik heb zo goed als mogelijk proberen te duiden waar we nu staan in het proces. Ook aangegeven dat tussen het moment van het noemen van deze locatie en het daadwerkelijk nemen van het besluit, ja, dat we ervoor hebben gekozen om dat op voorhand duidelijk te maken, dus transparant te maken dat wij dit op het oog hebben. En dat er dan wel een periode tussen zit van onzekerheid. En dat vind ik heel vervelend voor de agrarische families. En daarom moeten we er ook voor zorgen dat we op tempo tot een definitief besluit komen. Maar dat duurt nog even, want we moeten wel een zorgvuldige afweging maken. De boeren hebben allemaal hun verhaal kunnen vertellen vanavond. Mijn inschatting is van wel. De gedeelde noemer is natuurlijk dat iedereen hier van heel vaak van het oude land naar het nieuwe land is gekomen. Dus ook op onderdelen al eerder een verhuizing om andere redenen, soms gewenst, soms niet gewenst, heeft meegemaakt. En dat iedereen hier dacht, ik kan hier tot aan mijn pensioen en mijn kinderen kunnen enzovoort verder. De zorgen en de emoties hebben ze daarover gedeeld. En er is ook een petitie aangeboden vanavond. Ja, zeker. Ja. Hoeveel handtekeningen waren het uiteindelijk? 4061, maar ik sluit niet uit dat de teller nu alweer iets hoger staat. Wat zegt u dat aantal? Ja, dat het 4061 is. Okay. Er is geen petitie voor. Dus maar dat is hoe het ook werkt. De overheid, wij zeker als landmacht, want het gaat hier om een ontwikkeling van de landmacht, moeten we zorgen dat we Nederland veilig houden. Daarvoor hebben we een andere manier waarop we onze mensen oefenen en trainen en daardoor hebben we een grotere kazerne nodig. Ja, iedereen die daarvoor is, die laat dat niet horen. Maar het is het goed recht van deze mensen om te zeggen dat ze dat geen goed idee vinden. En het is niet alleen een petitie, want ik heb een verzameling van hele mooie foto's gekregen. Dus dit is niet iedere keer de petitie met een handtekening, maar dit is van een mevrouw die mij dit gaf, samengesteld over hier in de regio. Ik denk dat toerisme het gebied nog beter dit ook in de boekhandel kan leggen. Ja. Ja. Wanneer hoopt u dat er het besluit, denkt u dat het besluit genomen kan worden? Kijk, wij hebben een paar weken geleden de Kamer geïnformeerd dat wij nu eigenlijk het ruimtelijke proces aan het uitlijnen zijn. En ik hoop voor de zomer daar meer concreet op te kunnen antwoorden. Dus daar ga ik nu geen datum op noemen. Hoe vond u de sfeer van het gesprek? Nou, Zeewoldenaren proberen de sfeer natuurlijk altijd goed te houden. Maar het was wel emotioneel. En dat kun je je voorstellen, want het gaat om hun woningen, hun woongebied, hun bedrijf. En dat hebben ze heel goed duidelijk gemaakt aan de staatssecretaris. Is de boodschap wel overgekomen, denkt u? Ik denk dat de boodschap heel goed overgenomen is, ja. Dus de sfeer was behoorlijk pittig? Nou, laten we zo zeggen, ga voor jezelf na van als jouw bedrijf in één keer op het spel staat en jouw gezin en je woning en je woonomgeving en de vereniging en de organisatie waar je allemaal bij zit, dat doet wat met je. Dat levert emoties op en terecht. En vorig jaar december is het voornemen bekend gemaakt. En we zijn inmiddels een half jaar onderweg. En mensen willen graag helderheid, duidelijkheid en dat kan ik me heel goed voorstellen. Het was een heel emotioneel gesprek waarin onze emoties denk ik voor hem goed voelbaar waren. Dat we die hebben over kunnen brengen. Hij gaf ook aan wat onze behoeftes waren. Hij kon ons weinig informatie geven helaas hij kon ons eigenlijk weinig bieden. Ja. Nee, het irritante is dat het duidelijk is dat het nog heel lang gaat duren. En dat is eigenlijk niet wat we hadden gehoopt. Wij hopen juist op een stukje perspectief. Stip op de horizon. Klopt. Ja. Maar jullie hebben hem ook een petitie overhandigd. Een mooi boekwerkje zag ik.
Ja, inderdaad. Foto's om ons gebied te laten zien. Ja, we hebben hem rondgereden door het gebied en met toelichting gegeven op de bedrijven. Want dat was een behoefte van hem om de bedrijven, de gezinnen te leren kennen. En we hebben inderdaad hem de petitie overhandigd. Want de petitie waarin we aangeven geen megakazerne op vruchtbare landbouwgrond is 4061 keer ondertekend. Dus om ook aan te geven dat het niet alleen om deze 8 gezinnen gaat, maar dat dit heel veel impact op de regio gaat hebben. En dat veel mensen dat intussen wel doorhebben. Dat dat verre consequenties heeft. Je zei net, het kan nog wel heel lang duren. Hebben jullie nog, is er wel een vervolgafspraak gemaakt dat hij zei van dat hij nog iets gezegd heeft wanneer er misschien iets bekend werd? Het is nog erg lang in onzekerheid. Dat is tot onze... Dat hebben we wel frustrerend. Gemaakt. Dat is enorm frustrerend. Ja, dat is echt om te janken. Ja. En wat we wel hebben begrepen is dat draagvlak van de gemeente, maar ook op provincieniveau, is belangrijk om in overweging mee te nemen bij het besluit. Wij hebben aangegeven dat wij ons afvragen of dat draagvlak er is. En daar zal hopelijk de gemeente... hij gaf aan gemeente eerst, daarna pas op provinciaal niveau, dat we echt hopen dat hij dat meeweegt. En nou, voor ons spannend hoe die zich gaat ontwikkelen, want ook daarin zullen die zich nu eindelijk een standpunt in gaan nemen. Oké, dus lobbyen blijft ook belangrijk. Ja.